Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat hij nu als de aangewezen persoon is begonnen aan een traject om de Afro-Surinamers te bundelen. Hij sprak de journalisten vandaag kort voor de Raad van Ministers, waarna hij een koning uit Afrika op zijn kabinet ontving. Brunswijk merkt op dat hij de kritiek op zijn benoeming als koning van de Afro-Surinaamse erfgoed begrijpt en notitie van heeft genomen. Ik ben zelf blij, want ik was al daarmee al lang bezig. Als je kijkt dat ik probeerde de nazaten van het tot slaaf gemaakte Afrikanen bij elkaar te brengen. Ik heb zelf samen met de NPS georganiseerd naar Mampana om de eenheid binnen de Afro-Surinamer te brengen. In ieder geval, wat gebeurd is, is historie. Dit heb ik, ik ga niet zeggen van, ja, dat was mijn droom. Ik heb het gedroomd dat dat zou gebeuren, dat mensen uit Afrika zouden komen om mij te bekronen. En dat is gebeurd. De vicepresident weerspreekt de informatie dat hij nu de baas zou zijn van het traditioneel gezag. Hij wenste te benadrukken dat de bekroning gezien moet worden als een grote waardering voor de Afro-Surinamers. Men wil de weg openen dat de diaspora, de Suriname en Afrika weer geconnect wordt. Ja, en ik heb heel goed met ze gesproken dat ze dit hebben gedaan, dat ze de samenwerking willen hebben met Suriname. En dat vanuit de diaspora-gedachte van ons, dat wij, de Afro-Surinamer, weer de connectie krijgen met Afrika. Dus dat hebben ze me gezegd. En ik moet dan ervoor zorgen dat er een connectie komt. En dat ga ik ook doen. Er komt een samenwerking met de Afrikaanse landen. Het eerste waaraan Brunswijk wil werken, is het bewustmaken van de Afrikaanse landen over het bestaan van Suriname en hetgeen wij te bieden hebben.